We gaan nu praten over een onderwerp en daar hebben we het al een keer eerder over gehad. De komende weken gaan we alles te weten komen over de waterontharder. En nu we hier toch zijn, ga jij hem installeren. Nou, eigenlijk is het zo simpel. Jij mag het wel doen. Daar heb ik geen andere man voor nodig. Nee, helemaal niet. Het is echt heel simpel. Wat gaan we proberen dan? Hou jij even de camera vast dan? Ik zit hier weer met Julio. En Julio, wij hebben een tijdje geleden de waterontharder geïnstalleerd. Ik ben er heel erg blij mee, want ik merk dat de kalkaanslag echt aanzienlijk is verminderd. Maar wat doet kalk nou nog meer met je? En bijvoorbeeld voor je gezondheid? Nou, kalk is in principe gewoon goed om binnen te krijgen. En dat wordt er met de waterontharder ook niet uitgefilterd. Er wordt alleen gezorgd dat de kalk niet neerslaat. Alleen voor mensen met een gevoelige huid of een huidaandoening, die hebben wel heel veel last van kalkaanslag, omdat het dus neerslaat op je huid en op je kleding. En die kunnen hier dus heel veel baat bij hebben. Ik zie inderdaad dat de kalkaanslag een stuk minder is. Scheelt enorm qua schoonmaken. Ja, klopt. En er zijn ook heel veel plekken waar mensen niet bij stilstaan, zoals in een wasmachine of een cv-installatie. Want daar is het niet direct zichtbaar. Maar er wordt voorkomen dat er kalkvorming komt op het verwarmingselement, waardoor je apparaat dus langer meegaat en ook nog eens minder energie verbruikt. Ja, ik heb nog niet in mijn wasmachine gekeken, maar dus ook voor andere apparaten is het dus goed. Ja, klopt, inderdaad. En daar staan veel mensen natuurlijk niet bij stil. En ook de smaak wordt gewoon een stuk beter van het water. En je hebt minder wasmiddelen en wasverzachter nodig. Julio, op lekker helder water en vandaag besteld... Is morgen in huis. Hey, proost.